Maar nu allereerst de Nederlandse film Flodder. En dat is nu mijn Sinterklaas cadeautje, de hoofdrolspelers uit de nieuwe film Flodder, geregisseerd door Dick Maas, maker van De Lift. Het verhaal van Flodder gaat over een asociale familie die in een armoedbuurt woont op een gifbelt. Ze moeten dus verhuizen naar een andere wijk en dat is een zeer chique villa-wijk. Dan krijg je de confrontatie tussen die gemakkelijk levende en zich zelden aan de wet houdende familie Flodder en die deftige bewoners van die villa-wijk. Hoofdrollen worden gespeeld door Nelly Vrijda, Huub Stapel, Apollonia van Ravenstein, Herbert Vlak en Tatjana Simic. En medewerking werd verleend door het beroemde Britse stuntteam dat ook betrokken is bij de James Bond films. Ma, want hij ook mee? Waar heb je die gevonden? Die kop heb ik al 10 jaar niet gezien. Lag onder je nest. Weg daarmee, met je vader wil ik niks meer te maken hebben. Is dat nou mijn vader? Zijn vader, niet de jouwe. Spijt me, hoor. En jij moet helemaal op rotten schuipen. Ma, iemand van de krant. De krant? Ja, ze willen een stukje maken. Mevrouw Flodder? Daar heb u het genoegen mee. Peters, de dageraad. Ben u van de krant? Ja, inderdaad, ja. Mag ik u wat vragen? Wat wou u vragen? Hoe voelt u zich na jaren op zo'n gifbelt gewoond te hebben? Bent u niet verschrikkelijk blij dat u kunt vertrekken? Ja, dat gif, hè, dat wisten we helemaal niet. U wist van niks? Ja, wel altijd van die tranende ogen. En jeuk, vooral als het geregend had. Die stank. Ook niet hard, hè? Welke stank? Irma Flodder, is dat een hard wijf, een volkswijf? Of is het toch een gevoelige vrouw? Wie is ze? Ik denk, ja, je kan er allerlei theorieën over hebben. Ik heb op een gegeven moment bedacht van... dat ze natuurlijk allerlei vervelende ervaringen moet hebben gehad. Dat kan niet anders. En dat er daardoor een grote schil van hardheid is ontstaan. Die ze ook gewoon nodig heeft om staande te blijven met al het getijzen. Al die kinderen om zich heen. Ik denk dat ze deep down niet zo hard is. Behalve dat ik wel vind waar ze zich op richt zijn, die kinderen. En die buitenwereld... Dat lapt ze aan de laars. Daar is wel degelijk hard tegen. Kunnen we zeggen dat Flodder een komedie is, sociale komedie, een satire? Wat is het precies? Ja, ik, sociale komedie vind ik een beetje een groot woord. Ik bedoel, er zitten misschien wel wat sociale aspecten in, maar het is voor mij is het pure lol, pure entertainment. Dus vind jij dat ook zo? Ja, maar bij... Wat Dick puur entertainment noemt, heeft altijd nog wel een laagje eronder. En dat is dat doet hij ongemerkt, blijkt. Want hij weet het zelf niet. Maar er zit altijd wel iets. Ja, er zit altijd wel een laagje onder wat iets duidelijk maakt over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En dat maakt het aardiger dan een gewoon maar een platte comedy. Ja. Zullen we die pakken? Ja, kom. Ja. Hé, sodemiet erop! Klootzak, grijp terug! Geef die pet hier! Wat moeten jullie hier? Dit is onze wijk. Heb jij dat gedaan? Jullie zijn asocialen. Jullie horen hier niet. Geef hier die pet. Hé, niet zo brutaal, hè, kleintje. Wat denk je nou, Jochie? Had je nog wat? Nee. Ah! En nou oplossen. Ja, toch?
Wat heb jij nou weer uitgespookt? Hij is in het water gevallen. Hij heeft ook altijd wat. Nou, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen. Wat is die opa-figuur die erin zit? Nou, dat is dus een opa die nou eenmaal bij die familie hoort, die ze dus kennelijk geadopteerd hebben of zo, waarvan niemand precies weet waar hij vandaan komt. Maar die hoort erbij. Nou, en dat is dus weer typisch zo'n vloddeltrekje van, ach, dat is zo. Dus dat houden we zo. Ja, maar veranderen we niks aan. Die nemen we zo gek als het is. Ja, ik bedoel, dat is ook het aardige. Ik bedoel, iedereen mag zijn wie die is in die familie. Kees? Hey Kees? Wat is met jou gebeurd, joh? Je bloed. Bij die tennisclub. Een paar van die gasten hebben me te pakken gehad. Waarom? Zomaar. Ik stond alleen maar te kijken. Wat een flikkers. Die heren, daar wil ik wel eens een goed gesprek mee hebben. Niet weer eens verversen. Volgens mij is het niet meer geheel proper. Schat, ik heb het 2 dagen geleden nog ververst. Het ziet er anders weer behoorlijk smerig uit. Water is glashelder. Maar... Jongens, de volgende keer bij ons. Die kijken wel uit. Ik vind het geen agressieve familie. Ze doen allemaal rare dingen, die jongens en zo. Maar het is niet agressie die zomaar opkomt. Als ze agressief zijn, is het omdat ze uitgelokt worden. En ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat dan ineens aanvoelen. Of langzamerhand niet ineens natuurlijk. Zit er ook niet iets in die familie, Flora, dat je denkt, ik zou zelf wel zo willen zijn, maar ik durf niet? Ik zeg al dat ik best een beetje meer van haar zekerheid zou willen hebben, persoonlijk. Want Maan Flodder gaat een hele eigen weg, maar ook een hele zekere weg. Wat ze doet, doet ze. En
kan je niets aan veranderen, dat doet ze. Hey, rookworst, een beetje vet graag, die daar. Ik dacht niet dat u wel aan de beurt was. Drie van die kwarkpunten van Putten. Zeg, we krijgen toch geen kapsones, hè? Dames toch? Als u hier wilt wonen, zult u toch echt manieren moeten leren? Ja, die zoon van u heeft zijn lesje al geleerd. Drie kwarkpunten van Putten, of sta je te slapen? Hier ga je kwarkpunt. Maar dames toch? Flodder gaat over 2 weken in 65 Nederlandse bioscopen in première en is naast Abel de meest verrassende film van 1986.